Vorige week in Veldeke Kids. Hallo allemaal, ik ben Dwayne Holbach, ik ben presentator van Veldeke Kids en welkom allemaal bij de derde uitzending van Veldeke Kids. Op 11 plaatsen in Limburg hebben carnavalsartiesten samen met jongeren een superband gevormd en die gaan zich voorbereiden op de grote finale. In februari gaan ze een clip presenteren en dan gaan we kijken, kan Geert stemmen wie de beste clip had gemaakt. Met Veldeke Kids gaan we voor deze superbands volgen in hun strijd naar de grote finale en we gaan vandaag kijken in Neer en in Kerkrol. En we gaan eens beginnen in Kerkrol, wie zou het daar zien? Ja, de avond, Luheem. Onze verslaggever is nu helaas in de tijd, dus breng je het verslag van ons Kerkrol. U komt als eentje met de superband bij je. Ik ben er Jordi. En ik ben het Joyce. Ik ben Erik. Samen met Los Major gaan je een variant schon een liedje maken. Kom, verjunderen. Dit zijn Rick Engelenburg, zanger van Los Major. Pierre Gerards, reservezanger. En er Chris Loni, ook zanger. Gio Max en er tekstschrijver van Los Major. Waarom doe er mee aan Veldeke Kids? Omdat we de jeugd willen stimuleren om vastelovend te vieren. En het dialect van Kerkrol moet er voor hoog houden en moet natuurlijk nog lang blijven bestaan. Wat is er zo schön nou om met kinderen samen te werken? Nou Jordi, dat zou ik je vertellen. We willen natuurlijk de vastelovend doorgeven aan de jeugd. En dat willen we hier met u doen. En daarvoor gaan we ook u aangeladen. Wij zijn de leukste en grappigste superband. Dat moeten we de lui wel heen laten zien. Jongen, je mag verder zo. Wij gaan van nu naar onze eigen verslaggever in Neer. Ik ben Eva en we zijn op een musical in Neer. Hierbinnen zijn veel meisjes op zoek naar een geschikte artiest om een superband met te vormen. Kom dan gewoon even een kiekje nemen. Ik zie net de jonge dames al plaats hebben genomen achter de jurytafel. Vertel eens, hoe zijn jullie nou op zoek? Iemand die mooie liedjes maakt, die goed kunnen zingen en heel gezellig zijn. We zoeken dus een super vette carnavalartiest. Lopen nu even stil in, want dat zijn nog het auditant, hè? Zijn je zenuwachtig? Ja, bij u al liggen druk weer direct door de box. Dan zeg ik, je mag naar binnen, hè? Veel succes. Dankjewel. Hallo, wie is het jij? Wij zien Draan in Verkes Willem. Begin maar, het podium is van u. Stop maar, het is echt niet helemaal aan het duren. Volgende! Daar hebben ze er echt een auditieronde van gemaakt. Dan gaan we even kijken in Kerkrode, want daar is de sfeer al helemaal geweldig. Jongen, ik wil hier zien het allerslechtste optreden van Los Major aller tijden. Jongen, nu wil ik hier zien de allerslechtste carnavalsprint ooit. Streek! De streek is net al vergeet! Hallo! Voilà! 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 Best een lot gelukt. Ik verklaar carnaval voor geopend. Nu wil ik hier zeer de allerbeste superband van Limburg. Nou, die zijn zeker de leukste toes. Als ze nu zo goed kunnen liedjes schrijven als al horen, dan komt het echt wel goed. En we gaan even kijken wie het in Neer is. Er staan hier nog twee auditanten. Ook jij moet nog binnen. Ik ben Monique. Ik ben John. Wat geef je voor zingen? 111.000 decibel. Oké, begin maar. Ja.
Nee, dat is helemaal niks. Je kunt beter naar mijn broek kiezen. Ik zie het niet meer zitten. Zo gaan we nooit winnen. En heb je al veel auditanten mogen ontvangen? Ja, we zijn inmiddels al helemaal meegezeten. Sommigen zijn hier om aan te huren. Daar kunnen we ons echt niet mee vertellen. We hebben nog een paar te gaan en we vertellen dat er iets leuk komt. Mogen ze binnenkomen? Ja, ik ga ze wel even halen. Wim zich beseft dat er treft. Hoi! Ha, Wim zit jij? Wij zien Chantal en Roger van Om in te liesten. Wat gaat je voor ons zingen? Keer niet maar de roet. Begin maar. We gaan zo meteen kijken of de auditanten al aan de eisen kunnen voldoen van de jonge dames. Maar in Kerkrode, daar zijn ze al heel iets en ze lekker aan het brainstormen. En er zijn zelfs al noten opgeschreven, dus dat gaat echt heel goed. Jef jas, jongen. Los maar, joh. Het schönste op de wereld. Het kunt wel, joh. Wat een fest. Adieu, kink. Daarover zijn ze al flink aan het werken. Ik ben echt benieuwd naar het resultaat, maar daar moeten we natuurlijk heel even op wachten. In Neer hebben we andere kandidaten, maar zouden de jonge dames deze wel gaan vinden? Den koning, slopen wakker weer en scheren, wassen, plassen, drinken, sminken, hosten, bellen, botten, rammen, smeren. Bonnen kopen, op te lopen, eiken bakken, pilsken pakken en ik wil een boete laten keren. Dit is geweldig! Eindelijk even voor mij weer voor straat kennen. Maar ik wil wel een superband vormen. Hiermee gaan we winnen. Kom, we gaan snel aan de slag. Vergeet niet, wilt je ons om gaat verklappen? Nee! Weet je al hoe het liedje vergeet? Ja, maar we vertellen het niet. Kon je zelf een liedje schrijven? Ja, we gaan een eigen tekst op bestand liedje maken. Wim zich beseft dat er treft, dat er in Limburg wakker werd. Zoals gezien, het is geen mooie superband ontwikkeld. Ze werken nog even door, maar wij gaan weer naar huis. Adje! Nou, zo te zien heeft zich in Neer ook een superband gevormd. Ik beloof echt het te werken. Nou, dit was weer een uitzending van Veilige Kids. En volgende week kunnen we bij de laatste drie superbands kijken wie het toon aan toe geeft. Ja, sorry alleen, ik heb geen samba-bal. Dat gaat hem niet werken. Maar ik zeg adieu.